kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Ibn Remus. Jawel, ik heb 2 video's in de upload gezet. Het is al fucking hell. 17:40 en 10% en 17%. Ai, ai, ai. Als dat maar allemaal goed komt, dan ja, natuurlijk komt dat allemaal wel goed. Ik ga nu even naar mijn ouders toe. Mijn eten uithalen. Dan gaan we hier nog een leuk spelletje spelen. Jullie denken van, nee, ze gaan weer een hele make-up spelen, hè. Nee. Ik ga kijken als ik ook met het geluid deze keer kan opnemen. En voor alle veiligheid ga ik ook Bea aan de andere kant laten zetten. Want ik wil geen ruzie meer hebben als er iets zichtbaar is gekomen van haar. Oh, het is zo goed buiten. Zalig. Zacht. Jawel, het is echt een zacht weertje vandaag. Een zeer zacht weertje. Gisteren was het 2 uur 's nachts geworden. Jawel, dames en heren. Ik heb van allerlei dingen gedaan. Zelfs heb ik nog copyright claims. Dat wil ik niet, hè. Maar ik ben wel blij dat we nog de tijd krijgen om het muziek en al af te zetten. Voilà, ik ben vertrokken. Wel zonder gsm, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Mijn dochter trekt terug. En dan ga ik bezien hoe ik dat ga regelen voor voor alles in opname te kunnen doen, want we gaan namelijk, we hebben een nieuw spelletje gekocht, Pimpompet, als jullie dat kennen, dan moeten jullie daar proberen zoveel mogelijke woorden te zeggen die met de dialetter dan begint. Dat kan ook wel hilarisch zijn. Dat is ook een goede brainbreaker. Wat bedoel ik daarmee met brainbreaker? Dat je ook goed moet nadenken welk woord dat je gaat gebruiken. Noem maar op. Het gaat echt heel leuk zijn. Maar eerst ben ik nu nog onderweg naar mijn ouders toe. In de vloggen gaat ook telkens keer weer wat beter. Omhoog van, ik zeg minder en minder. Wat moet ik weer al zeggen? Dat weer. Dat is maar minder en minder aan het gebeuren. En daar ben ik ook wel blij om. Yes, het is groen. Oh nee, het is oranje. En het is dan fucking hell rood. Come on. Is dat echt om mij te pesten of waar hoor je licht? Hé, is dat om mij te pesten? Jazeker. Dat is zeker om mee te pesten, hè? Die achterwijs onder kan tikken. Zeg, waar is die allemaal mee bezig? Waar is die tegen die rode licht aan het praten? Die rode licht praat toch niet terug? Ja, nee, die rode licht praat zeker niet terug. De Nimi, ja. En het is hier ook nog altijd heel mooi verkleed en opgemaakt. Van kerstmisstijl. Ja, en als ik jingle all the way zing, dan denk ik direct al aan Pasen. Hoe kan dat toch nou? Ah ja, Pasen heeft toch ook wel klokken, hè? Ja, daarom, jingle bells. Ja, klokken heb je altijd. Ja, sorry, ik hoor ze wat grappig doen. En wij hebben het ook gehaald, heb ik al gezien, van... zeg het... we hebben het gehaald van meer dan 25 reacties op de Q&A. Ben jullie daar echt dankbaar voor? Maar niet de spuitgaten uit laten lopen alsjeblieft. Dat het niet meer dan 100 comments gaat worden. Hoe ga ik dat dan gaan oplossen in mijn Q&A? Daar heb ik dan zoveel schrik voor. Dan gaat mijn Q&A nog wel gaan ontploffen. Meer dan een uur dat ik dan ga moeten opnemen. Oh no! Nee, ik heb er geen schrik voor. Als het een uur is, is het een uur. Punt uit.
dat ik moet opnemen. Is het meer dan een uur? Is het meer dan een uur? Punt uit. Voilà. Ah ja, ik kan eens iemand van Hakkenveld ook eens reageren wat hier gaat komen met al die vier huisjes wat hier zijn weggehaald. Wat gaat daar dan nu komen? Opnieuw huisjes? Of gaan het toch appartementsblokken zijn waar wij zoveel tegen hebben geprotesteerd? Wat gaat het worden? Gaan het appartement worden? Gaan het wijkhuisjes terug worden? Ik weet het niet. Ik weet het niet! Ja, en nu ga ik jullie laten, want... Sorry voor het onnozel te doen, want ik kom nu wel stukjes af aan bij mijn ouders thuis. Ik ga even de spaghetti uithalen. Even kijken als hier niemand is. Even pinker aan doen. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. En voilà, zo. Sleutelkens hieruit, handrem op en dan nu maar naar binnen toe. Kan zijn dat ik goed nieuws heb voor jullie. Jawel, dames en heren, voor morgen beelden te maken. Ik ken mijn oma voor mijn kerstcadeautjes toch nog gaan te halen. Dus nogmaals, oma, sorry dat ik... Dat is het eerste keer op 1 jaar tijd dat ik haar verjaardag ben vergeten. Daar ben ik wel echt niet zo trots op. Daar ben ik wel niet zo trots op dat ik haar verjaardag ben vergeten. Oh my god, ziet dat is hier eens aan. Hoe mooie kerstboom. En hoe mooi dat het daar zo is versierd. Hoe mooi dat het voor mij is versierd. Zoveel kerstverlichtingen. Damn you, kan het niet tegen. Jawel hoor. Wat heb ik daar voor de... Oh my god. Het is hier wel echt veel hoor. Het zit hier opnieuw. Hier opnieuw. En dan daar voor mij. Oh my god. Zoveel kerstverlichtingen. En daar zo in die straat. Oh, dat was ook heel mooi. Heel van achter. Jawel. Heel schoon gedaan. Oh, hier ook nog heel mooi. Damn you. Ik hoor mij terug al in beeld brengen. Maar dat is nog niet nodig. Wauw, wauw, wauw. En daar heel van achter een hert. Een soort hert. Oh, die boomje is daar ook al heel mooi opgemaakt. Dus even kijken, gaan we nu naar die kant toe? Of gaan we nu naar die kant toe? Eens even kijken. We gaan naar die kant toe. Ja, we gaan naar die kant toe. Ja, ja, ja. Eens even kijken ook als daar ook mooie hofjes zijn versierd. En daar gaan we ook dan even een klein beetje beelden van maken. Maar daar moet ik nog wel over geraken, dames en heren. Daar moet ik nog wel over geraken. Ja, yeah, nu is het achter mij ook heel rustig. Daarom dat ik dat ook heb gedaan. Nog even langer gewacht. Ziet dat eens hier eens aan. Hoe mooi. Mooi. De wereld is mooi. Zo mooi, zo mooi. Zo bi-ba-boe-ba-beestig mooi. Dat zie je dan ook wel zo heel mooi gedaan met die boompjes. Yes, heel mooi gedaan, damn you. En hier opnieuw, een kerstboomke, daar een kerstboomke. En ja, ik ga even moeten doorrijden, want die auto blijft daar ook wel wachten. Oh, dan zie je nu wel iets heel moois was versierd. Kon ik het jullie wel niet laten zien. Hier staat de kerstman. Nee hoor. Oh, hier staat weer de kinesist. Hoe mooi dat het hier is gedaan. Kijk eens hier maar. Wauw, 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 wauw. En dan heb je deze kerstboom hier ook nog. Hier zijn wel echt veel kerstverlichtingsjes hoor. Jawel mensen, oh my fucking god, dat is echt hier. Hier hebben ze wel echt, in deze straat steken ze ook wel echt heel veel moeite in. En al. En we gaan ook Google Maps of Google Street View respecteren. Want hier was een huis geblurd en die blijft ook dan geblurd. Die komt dan ook niet in beeld bij mij. Echt waar, zie je zoveel kerstbonkjes dat hier gewoon allemaal staan hè. Holy shit. Holy shit. En daar is nog een hele hof versierd. Ik ben nog eens in mijn achteruitkijkspiegel aan het kijken als er al iemand achter mij rijdt. Nee. Of als je dat eens hier eens gedaan is, hoe mooi. Wauw. Ja, wat. Nu zijn we terug aangekomen hier bij de Judaistraat. Dus dan ga ik jullie laten. En zo ben ik terug naar mijn appartementje aan het rijden. Eee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 e
Amai, er is veel volk die richting hier aan het komen is. Zo lang heb ik hier nog nooit stilgestaan op de middenstrook. En nu is het al mijn tour. Mijn tour om in te rijden. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Tot later. Ciao, ciao, ciao. Oh ja, yeah, daar is een heel mooi liedje op de radio op. Als jullie het ook kennen. Ja. Van Can You Feel It? Oh, dat is zo'n goeie liedje, hè, dames en heren. Ho, ho, ho. Hallo kijkers. Even over Pim Pom Pet. Ik ga het zelfs alleen spelen. Ik ga dus aan 20 vragen doen. Dan ga ik hier ook nog eens keer hier aan het ratje draaien. Maar ik ga hier even wat plaats maken. Jawel. Ik ga hier ook wat licht aanzetten. Kijk, het is nu al 19 uur. Holy shit, mijn vlog komt online. Yeah. Lichten aan. Voilà. En dan draai ik hier aan het ratje. Voilà, en dan zie ik hier de letter W. En nu weet ik dus niet waar ik mijn kaartjes heb gelegd. Waar heb ik mijn kaartjes gelegd? Ah, hier heb ik het. En dan zeg ik, bijvoorbeeld, dan lees ik het voor. Bijvoorbeeld, iets dat je leert op... dus, iets dat je op school leert met de letter W. Iets dat je op school leert met de letter W. Schat, help me eens even. Laat de mensen helpen. Ja, die kunnen nu niet helpen, hè? Nee, maar je kunt er ook zo'n kaart vragen voor een vraag stellen aan hun, die ze misschien weten. Ja. Of iets dat je kunt eten. Wee. Watermeloen. Ja. Voilà. Maar stel ook een vraag aan hun van... met een letter. Dat jij aan de rat draait en je zegt de letter en je leest dan de vraag voor en dat zijn... Ofwel. En die de eerste antwoord, heeft, een like of zo krijgt. Ja, dat kunnen we niet doen. Hè. Stel dat jij bijvoorbeeld zegt, ja, ik kijk de vlog van mij om 8 uur zelfs. En iemand kijkt een vlog om 7 uur. Ja, dat is ook dan niet eerlijk, hè. Die, ziet er, die van 7 uur ziet die vragen vroeger dan die iemand die 8 uur kijkt. Ja, of je zegt gewoon een letter en kijk wie het de mooiste antwoord heeft. Dat kunnen we wel eens doen. Maar ik ga dat ergens zo doen, dus ik ga het even dan voorlezen. Dan laat ik jullie ook hier het lettertje zien. Ik zal het nog één keer doen, dames en heren. Het is de letter V. Iets dat je aan of uit kunt zetten met de letter V. Viool. Een viool kun je niet uitzetten. Ah. Videorecorder. Ka-ching! Ja, oh, ik had dat ook kunnen weten. Ik keek vroeger vaak naar video's. Voilà. Dus dan gaan we dat zelfs zo eens leuk doen. Nu ga ik Bea zulke al naar huis brengen. Dus dan zien we elkaar straks terug. Move it, move it. You liked it. I liked it, move it, move it. I liked it, move it, move it. I liked it, move it, move it. You liked it. Jawel, I like to move it, move it. Staat nu momenteel hier op de radio aan. Die ga ik sowieso nog direct terugdraaien. Dat ik daar ook nog wat kan luisteren. Ik heb mijn vriendinnetje veilig en wel terug thuis afgezet. En ja, en nu gaan we dus zometeen nog een kleine 20 vraagjes doen van Pim Pom Pet. Dat staat dus ook nog op het programma. Pim Pom Pet. En ja, dan zit de vlog er sowieso erop. Als ik iets zeg nu, bijvoorbeeld, ik beloof niks meer. Nee, ik ga niks meer beloven, mensen. Ik ga echt niks meer beloven. Allee, het is groen en ze blijven staan. Dan moet ik toch eens even toeteren. Alleen dat het terug rood is. Amai man, die rijdt heel traag. Ja. Ik ga
sowieso zeggen, het is buiten mijn leeftijdscategorie. Twee oudjes. Ja. Zo, de dag zit er weer op een kan op. Woensdag zit er weer op een kan op. De tijd gaat toch wel snel hoor, mensen. Ze hebben altijd gezegd zo van, gebruik hem wel hoor, de tijd. Dus dan weten jullie dat. Hoi, hoi. Wat zeg je wel van plan? Zo, ik ga jullie nu dus laten, want ik ben nu toch heel stil in mijn auto. Dus wat houdt dat in? Dat ik me aan het concentreren ben op de baan. Dus ja, dus ik zie jullie allemaal zelfs terug op mijn appartement. Zo, kijk eens, omdat ik nu alleen ben, heb ik hier het pimpompet draaier vast. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal gaat uitkomen. Ik pak even ook mijn bureaustoel er even bij. Ik leg hier het pimpompet hier op. Ik lees eerst de vraag voor. En dan ga ik eens draaien. Dan zeg ik ook in één keer de letter. Dan wacht ik 5 seconden. Dan kunnen jullie ook wel een klein beetje meer raden. En dan zeg ik ook wel een antwoord. Oké, hier gaan we. Wow, daar ging de pimpompet binnen al op de grond. Dat is niet goed. Iets dat je ergens in kunt stoppen. Met de letter P. Iets dat je ergens in kunt stoppen. Met de letter P. En wel, ik dacht aan een pennenzak. Dus daar kun je iets moois in stoppen. Voilà. Iets dat je op school leert. Met de letter N. Met de N. Iets dat je op school leert. Ja, ik weet al iets. Ik weet iets. Natuurlijk, natuurwetenschappen. Iets dat je overdag doet met de letter L. Ik weet al iets. Liggen, lopen. L. Als jullie nog iets weten, laat het hier in de comments weten, hè mensen. Laat het echt in de comments weten. Zo doen jullie ook wel altijd een klein beetje mee met deze spelletje. Dan. Iemand die jonger is dan je zelf bent. Dat kan ik jammer genoeg niet controleren. Met de letter V. Ik weet niemand niet met de letter V. Dus ik moet hierin passen. Oh. Jawel. Nee, die is niet jonger dan mij. Valerie. Jawel, Valerie. Valerie van Doekie. Dat zo zeggen. Voilà. Ja, sorry Doekie dat ik u er weer al erbij had. Maar ik geloof dat zij wel jonger is dan ons. De bezigheid waar je bij beweegt. Dus een bezigheid waar je bij beweegt met de letter E. Bezigheid waar je bij beweegt. E. Met de letter E. Ik weet niks met de letter E. Een bezigheid waar je bij beweegt.
Pas. Deze moet ik wel echt gaan passen. Ik hoop dat jullie wel slimmer zijn dan mij. Dus, een bezigheid waar je bij beweegt met de letter E. Ik weet er geen. Iets in een speelgoedwinkel. Iets in speelgoedwinkel. Met de letter P. Effectief, hè? Het staat effectief echt op de letter P, hè? Sorry dat ik er niet even ben aangekomen, maar met het verplaatsen naar achter toe is die versprongen. Ik ga die even terug op de P zetten, voilà. Kijk maar, voilà. Het stond op de P. Iets in een speelgoedwinkel. Waar zijn we mee aan het spelen? Dat is de hint. Pim-pom-pet. Pim-pom-pet. Voilà, pim-pom-pet vind je in een speelgoedwinkel. Voilà. O-M-G. O-M-G. Iets dat plat is met de letter T. Ik weet iets. Hint is, je eet er ook op. Tafel! Iets dat plat is. Een tafel is plat. Een dier met haren. En die stopte in het midden, dus ik kan nog een keer draaien. Een V. Een dier met haren, met de letter V. Ik weet één. Ik weet één al. Ik kan er zo direct al eentje op zeggen. Een vos. Voilà. Een vos. Als jullie het meer weten, laat het in de comments weten, hè. Iets dat je in de zomer nodig hebt. Met de letter T van 10. Wat je in de zomer nodig hebt. Ik weet er weer al iets. Ik heb het ook al, ik heb bij een andere ook al gezegd. Dat kun je ook in de winter eigenlijk al gebruiken. Allee, een tafel voor buiten te kunnen eten. Voilà. Voor te kunnen barbecuen heb je ook een tafel nodig. Voilà. Als jullie daar zeggen van nee, Demi, of nee, Psycho, dat klopt niet, dan mogen jullie dat ook vertellen hier in de comments, hè. Iets dat weinig weegt. Met de letter M. Ik weet al iets. Ik weet al iets. Het weegt heel weinig. Een mus. Een vogel. Een vogel. Een mus. Voilà. Iets dat in de keuken hoort. Met de letter F. Met de letter F. Wat in de keuken hoort. F. Flessen. Voilà, flessen. Flessen drank. Flessen, bijvoorbeeld ook flessen melk. Want je hebt melk nodig om te kunnen koken. Een gevoel. Met de letter R. Ik heb eentje. Ik heb eentje. Ik kreeg me daar overlaatst niet. Ik ga even iets oprapen. Ondertussen tijd, terwijl dat jullie aan het gokken zijn. Wel, ik heb me overlaatst rot gevoeld. Dus een gevoel van rottigheid. Iets dat je meeneemt naar het strand. Ik heb al gedraaid. Ik ga nog een keer draaien. Het was een hele moeilijke letter. Het is nog een hele moeilijke letter. Het was dezelfde. De Q. De S. Ik weet alweer al iets. Iets dat je meeneemt naar het strand. Allee, wat neem je mee naar het strand met de letter S? Je doet het aan je voeten.
sandalen. Voilà. Een familielid met de letter A. Moet een beginletter zijn, hè? Een familielid, ja. Mijn familielid, zo gelijk mijn moeke heet Annie. Dus begint met de letter A. En is een familielid. Een sport met de letter, opnieuw met de letter A. Oei. Ik heb mijn hulplijn inschakelen. Google. Een sport. Sport met de letter A. Atletiek. Natuurlijk, atletiek. Oei. Dat is ook weer een geweldige vraag wat komt. Iets met wielen. Ik ga die even die ik zelf heb opgezocht naar de andere kant gooien hoor. Iets met wielen met de letter L. Ik heb weer al eentje. Het is heel snel opgekomen bij mij. Alleen mensen. Een laadbak, daar zitten ook wielen aan. Dan gaan we door naar iets dat je gebruikt bij het kuisen, dus bij het poetsen. Met de letter R. Ik weet alweer al eentje, maar dat is niet poetsen binnenshuis, maar buitenshuis wat ik hier in mijn hoofd heb. Een riek, als je je tuin gaat poetsen. Een riek heb je daarvoor nodig. Voilà. Want er staat er niet effectief bij. Iets dat je gebruikt bij het poetsen staat niet bij binnenshuis of buitenshuis op het kaartje. Want ziet maar. Hupsa. Iets dat je gebruikt bij het kuisen. Ik heb al gedraaid en ik heb de vraag ineens voorgelezen. Goed bezig, Dimi. Goed bezig. Iets dat met de letter T. Iets dat hard is met de letter T. Ik ga eens even buiten kijken, want ik hoor stemmen. Oké. Met de letter T iets dat hard is. Een tafel kan ook hard zijn. Een marmieten tafel. Voilà, een tafel. Iets dat hard is. Een muziekinstrument met de letter T. Ik weet alweer alleen. Oh my god. Ben ik dan zo slim, mensen? Ben ik echt dan zo slim? Een triangel. Voilà, ça. Een triangel. Ben ik weer lang aan het draaien al. Iets dat zacht is met de letter A. Iets dat zacht is. Ja, ik weet wel iets. Maar het is iets zo van, hoe de fuck kom je daar op? Hoe de hel kom je daar op? Arm haar. Dat kan ook zacht zijn, arm haar. Hoe de fuck kom ik daar op? Ik weet het niet, mensen. Dan de volgende. Iets dat je thuis hebt. Iets dat je thuis hebt met de letter hash. Met de letter H. Iets wat ik thuis heb met de letter H. Haarborstel. Voilà, een haarborstel.
Dan de volgende vraag. Een kleur. Een kleur met de letter... Dat kan toch niet, hè? Als het dezelfde letter is, dan doe ik dat eens een keer opnieuw. Met de letter V. Ik ken er alweer al eentje. Violet. Een violet is ook een kleur. Hoop ik toch. Zo. Ik ben weer al aan het draaien. En ik heb weer al de vraag niet voorgelezen. Een rotsklusje. Oh my god. Wat een vraag. Echt waar. Het staat hier echt op, hè. Een rotsklusje. Een rotsklusje met de letter... A. Ik weet alweer al eentje. En dat is echt een rotsklusje. Dat doet niemand graag. Als jullie daar niet op komen, hè, dan weet ik het niet. Je moet het... Ik weet niet als je het dagelijks doet. Bij sommige mensen niet, dan doen ze dat om de 2 dagen of om de 3 dagen. Maar het moet wel gebeuren. De afwas, mensen. De afwas. Afwas moet toch ook gebeuren. En dat is toch zo'n rotklusje waar je niet naar uitkijkt. Maar het moet gebeuren. Voilà, de A van afwas. Iets dat je kunt drinken. Met de letter W. Ik weet alleen. En dan blijf ik ook in het thema van afwas. Iets dat je kunt drinken. Ah wel, de W van water. Alsjeblieft. En dan ga ik ermee stoppen. Ik ga nu nog de laatste doen. Ik vind het wel leuk om het te doen. Dat traint ook wat mijn brein. Iets dat je in de snackbar koopt. Ja, een snackbar, een snackbar. Wat is dat juist over iets? Ik ga daarmee passen. Sorry. Paske. Ik ken er iets heel te weinig van. En zal ik eens kijken. Iets dat je op straat tegenkomt. Dat is wel een leuke. Iets dat je op straat tegenkomt met de letter D. Iets wat je op de straat tegenkomt met de letter D. Tik-tak, 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 tik-tak. Ik ben nu ook zo naar buiten aan het kijken. Met de letter B was het wel gemakkelijker geweest. Bomen. Ik weet het. Dus ja, het is wel niet iets positiefs, maar dat mag ook wel. Als een mens een avondje is uitgegaan, dan kun je ook wel soms dus iets dat je op straat tegenkomt, dronken mensen tegenkomen. Ka-ching! Voilà, dronken mensen. Allee, een laatste vooraf te leren. Een insect. Met de letter P van papa. En dat is de laatste, want kijk, ik ben het al aan het wegleggen. Met de P. Een insect met de letter P. Mensen, ja. Ik ga hier al eens Mr. Google erbij halen. Een insect met de letter... zo schrijf je dat toch, hè? Insect. Ja. Met de letter P. Wat kom ik daar... Ah, dat is geen dingen. Oh my god, dat moest ik toch echt geweten hebben. Een processierups. Een processierups, echt waar. Waarom ben ik daar niet opgekomen met de letter P? Of al een paardenhorsel, pimpernelblauwtje. What the fuck? Oké.
Komt van bijlmakers.com. Als het juist is, dat weet ik niet. Ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Ik ga nu het rotklusje doen. Dat is dus de afwas doen. En dan wat opruimen. En dan zal het alweer al tijd zijn om de doekjes te doen. En dan, ja, zit hij de ganse nacht weer al te renderen. Hè. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Jojojo.